Want die orka-mannen hebben het heel zwaar. Proberen nu uit alle macht, met de laatste krachten die ze in de benen hebben, proberen ze die Okeanos-mannen van het lijf te houden. Maar het is wel de ploeg van Orca die hier de dans leidt. Die kwamen niet door als eerste op de 1500 meter. Maar die hebben volgens mij wel het plekje overgenomen van Eurels in de hoogste baan. Drie azen worden er uit de mouw getrokken door Orca uit Utrecht. Dat het toch gewoon Orca wordt. Zij zijn degene die hier dat blik gaan opeisen. We konden aan een loods komen dankzij iemand die veel orkanen misschien nog wel kennen. Wim van Dijk, lang voorzitter van Oud-Orca. Diens vader was beheerder van het Geologisch Instituut van de Universiteit. En dat instituut zat toen daar in dit gebouw, Paaienborg. En via hem konden we dus de beschikking krijgen over een werfkelder onder dat gebouw waar onze boten in zouden kunnen. We hadden ondertussen twee boten ook, een wherry, waar iedereen in werd afgeroeid, één wherry en een Overnaadse vier die we de Battenvier doopten. Die werfkelder, tegenwoordig zijn natuurlijk de werfkelders heel erg in gebruik in Utrecht. Die zijn mooi gemetseld, die zijn droog, die zijn goed verlicht. Maar dit was echt gewoon een kelder met een paar peertjes, was vochtig. We hadden geen douche, uiteraard niet. We hadden geen kleedruimte, we hadden alleen een plek waar die twee boten konden liggen. De sfeer natuurlijk, hè. De onderlinge band, dat is er nu ook wel denk ik, maar dat was het toen ook. Eerst het hele primitief aan de overkant, dus na 2-3 jaar werd deze loods gebouwd. En ja, dat was er gewoon, iedereen kende elkaar. Je had geen voorgeschiedenis, we konden niet terugvallen op grote successen. We konden niet terugvallen op financieel draagkrachtige ouders, om het wat te noemen. Dus we moesten eigenlijk alles zelf doen. En nou waren we dat natuurlijk wel gewend, want we zaten daar met die twee loodsen in hele simpele barakken. Dus de hand aan de schop, dat was te doen gebruikelijk binnen Orca. Nou, de tegenstand verwonderde zich erover, roeien jullie hierin? Ja, en we wonnen er ook nog mee. Weet je wel, van ja, wij wisten niet beter. Wat zelfs gebeurde onderweg, het was zodanig versleten dat materiaal, dat wij geoefend hebben tijdens roeien in het doorgeven van een bankje. Want het gebeurde nog wel eens, toen had je bankjes met asjes, dat er een asje brak, ja, dan kun je niet verder. De stuurman had altijd een reservebankje bij zich en dan konden we in de haal, dus in acht halen, konden we vanaf de boeg, of vanaf de slag, een bankje doorgeven naar de boeg, al roeiend. Dus uiteindelijk moesten we al zelf uitvinden. Dat is onder andere gebeurd door het land in te gaan en bij andere verenigingen te kijken die ook gefuseerd waren. Hoe ze dat proces hadden aangepakt, hoe ze het organisatorisch hadden gedaan. Nou, daar hebben we wel wat van geleerd, maar eigenlijk hebben we alles zelf moeten ontdekken. En zijn we, dat was een van de uitgangspunten wel, om het geheel professioneler aan te pakken. En ook naar successen te streven op de lange termijn. Kijk, het mooie vind ik wel dat uit zelfs die primitieve omstandigheden toen kwamen WK-gangers voort. He, dus dan zeg je ja, die omstandigheden, weet je, speelt niet zo'n rol. Het gaat erom, he, wat is de intentie van de roeiers en de coaches, wat willen die? He, want zo'n Paul Pauls, ja, die had al WK's geroeid in die shitzooi in die tijd al, weet je. En nou, er waren er meer, William Vaandrager en Erik Hurkens. En er waren er een aantal van die gasten, die kwamen daaruit voort en dan zie je van ja, eigenlijk speelt dat geen rol. En misschien juist dat primitieve wel van, wij gaan hier alles uithalen. Nee, wij kochten in dat jaar natuurlijk bij De Slechte het boek In 10 naar 100. En dat lazen wij van kaf tot kaf door. En dan kom je natuurlijk snel op de heldenverhalen van zwaar, en dan moet ik het goed zeggen, zwaar 76 met Han Abelsma, Freek Dam. En ja, zoals ik al zei, daar was in 1984 helaas niets meer van over. En ja, ik vond het wel leuk dat ik samen met Elstan in 89 een eerstejaars 4 met kon gaan coachen. Om toch op die manier proberen een beetje het zware roeien weer bij Orca op de rails te krijgen. En dat is, ja, als je nu terugkijkt, kun je zeggen dat wel gelukt is.
Ja, ik denk onze mooiste ploeg was denk ik 1994 met Joeri van Leeuwen, Peter van der Noord. En later zijn daar dan nog Geert Cirkel bijgekomen vanuit de Dordtse. En Bas Diepenbroek van Zwaar 95. En ja, toen zijn natuurlijk de resultaten gehaald met de oude vieren en de overwinning van de Head. En zo... Zo zijn we langzaam naar de top gewandeld. Ja, dat was in zo'n tijd dat je al wist dat je goed was. Je voelde het. Ik had al een paar blikken getrokken. Je hebt al het gevoel van, nou ja, we zijn met iets moois bezig. En dan heb je een dag op de universiteit gezeten en alles zit mee. En dan is het zo'n hele stille avond, het was donker. Ik was de enige op het kanaal nog en Els fietste mee. En dan vaar je hier onder die loopbrug door en dan hoor je je eigen roeien, hoor je weer kaatsen. En op dat moment komt dan alles samen en denk je eigenlijk van ja, in mijn beleving waren dat de beste halen ooit. Nou, je streeft gewoon altijd naar perfectie en ik denk je hebt altijd een... Iedere roeier heeft een bepaald voorkeurspatroon, zeg maar, hoe die roeit. En op dat moment zat ik gewoon heel erg voor mijn gevoel, wat voor mij het beste roeien was, wat er bij mij past. En ik denk dat ik dat seizoen er altijd een beetje zo omheen heb gezworven. Maar de keren dat je het echt precies raakt, die zijn zeldzaam. Het familiegevoel voor mij zat heel erg in mijn samenwerking met Paul en Els. Maar het is vooral dat ik de vrijheid heb gekregen om mijn topsport in te richten op een manier waar ik me prettig bij voelde en waar ik het maximale uit gehaald heb. En zeker toen ik ermee bezig was, heb ik dat nooit gekoppeld aan het orca-gevoel. Ik heb gewoon gedaan waarvan ik geloofde dat ik het hardst ging. Als je achteraf weer terugkijkt, kun je zeggen, een typisch een individuele orkaan die het plan heeft om hard te varen. En coaches die dat plan hebben en dat komt allemaal bij elkaar. Dus in die zin is het een typische orka manier om de top te bereiken, gedrevenheid. Maar zeker toen had ik niet het gevoel dat orka specifiek was. En dat is het prachtige aan orka, dat je als je er middenin zit, dan herken je het bijna niet als orka DNA. En als je dan terugkijkt, dan denk je... Oh ja, misschien was ik ook wel een van die onderdelen van die mensen die op het goede moment zei van ik ga ervoor. En met coaches een plan gesmeed hebben om alle orca records uit de boeken te varen en het WK te winnen. En als dat dan af terugkijken, is dat misschien wel heel erg typisch orca DNA wat je daar ziet. Ja, het jaar na de Spelen ben ik met, heeft Marloes mij en Reiner gekoppeld als coach. En dat werkte heel goed samen. Reiner en Stefan die coachten mij dan in de skif. En ik moest hier stage, of nee, ik moest niet, ik wilde hier stage lopen. En ik woonde ook gewoon nog hier. Het was chaos bij de bond. Er waren mensen ontslagen, het ging allemaal hervormd worden. Dat was daar niet duidelijk, dus ik dacht, ik moet gewoon zelf beter worden. Ik ben eigenlijk best wel snel naar het spelen weer begonnen. Maar wel... Inderdaad, waarvan ik dacht dat het mijn kracht was om gewoon hier in een kleine boot met mijn eigen begeleiding zo goed mogelijk te worden. En het doel was heel simpel. Het doel was, we wilden het NK winnen in de skif. En daarna zouden we wel kijken, dat moest goed genoeg zijn om in de beste boot te krijgen die er daarna geformeerd zou worden. Nou ja, ik denk dat dat gewoon een van de grote waarden is, hè, van orca. Van je hebt hier, kijk, je hebt hier minst een goede boot als bij de bond. Het roeiwater is ook prima, ondanks dat er veel wordt beweerd dat het niet zo is. Maar ik denk dat je hier echt prima, als je voor de stoppers het kan trainen, zeker overdag. En ja, je komt hier gewoon allerlei mensen tegen met wie je gewoon leuk contact hebt. Dus overtraind was natuurlijk even een vervelende tijd, maar ja, dus het jaar erop... kon ik ook weer bij Paul en Els terecht. Ja, en dat was gewoon mijn allerbeste individuele seizoen ooit. Dat was het seizoen 2000. Skif had gewonnen, Duisburg gewonnen, Varsity gewonnen, Randstad gewonnen. En dat jaar naar de Spelen gaan, ja. En dat is ook voor mij de les geweest van je moet trainen ook niet overschatten. Ja. Dus dat, ja...
Dus een orka is dan gewoon een, ja, dat is gewoon een plek waar je altijd thuis kan komen. Maar waar vervolgens wel je alle mogelijkheden hebt om heel hard te roeien. Over blikken gesproken, ja. Op een goed moment roeide ik in mijn na-Olympische periode, roeide ik gewoon wel eens met iemand in een twee. Oh nee, dat was tussen Atlanta en Sydney. Roeide ik wel eens met iemand in een twee zonder. En dan ging ik meestal eindigde dat wel in een overwinning. Het echt slettenbak van de roeiwereld hoor. Ik roeide echt met iedereen, ik vond het gewoon wel leuk. Hup, instappen, roeien maar. Maar toen ze op een goed moment in Tilburg, ik weet nog wel heel goed, we komen je 100ste blik vieren. Ik denk, 100ste blik, ik weet van niks. Oh, nou leuk. En dat was ook wel heel leuk toen we een... ik zit even te denken wanneer dat nou precies was. Want dat was wel in de Sydney 8. Kwam Pim Laker, die kwam mij de beker overhandigen dat ik bovenaan de blikkenlijst was gekomen. Want ik had hem voorbijgestreefd. En hij was ook mijn huisgenoot geweest en eigenlijk een goede vriend. Dus het was eigenlijk heel komisch dat hij... dat hij dat kwam doen. Ik was helemaal niet meer bezig. Ik denk, bovenaan de blikkenlijst. Nou, en volgens mij sta ik nog steeds bovenaan. Ik weet niet eens zeker, maar volgens mij sta ik nog steeds bovenaan. Maar dat komt dus door al dat slettenbakgeroei. Ja, geweldig, want jullie hadden de eend van Chris van der Winden voor het bestuursweekend, toch? En mijn eend. Oh, uw eend, ja. Nou, laat ik het zo zeggen, het gedeelte harenkie spierinkie, ja. dat is in de eend van Chris van der Winden vooral gedaan, oh, ja. En in mijn eend. Ja. En voor het bestuursweekend ging ik altijd mee, ja. Met een rode eend. Ja. Het is een proces geweest eigenlijk. Het haarkie spierkie is er later bijgekomen. Ja. Het eerste jaar. Ja. Ja, want het waren de veren toch? Van de... Nou, de eend had een dak waar je open kon maken natuurlijk. Ja. En dat werd met rubber vastgezet. Ja. Met rubber fietsbanden die hier aan hingen. Ja. En dan gingen ze zo eraan aan hangen. Ja. Dat hele eend mee ging hangen. Had ik gruwelijk de pest over in dat ze dat deden. Ja. Dat is ontstaan in het jaar dat ik vicevoorzitter van Orca was, in 97-98. Is overigens niet iets wat wij zelf als bestuur hebben verzonnen. Maar er was, professionalisering is eigenlijk iets bijna van alle tijden. Ik bedoel, dat is altijd een thema van hoe gaan we dat organiseren binnen Orca. Het was de tijd dat we hadden bedacht, hè, van we willen structureel bij de Nederlandse top horen. Structureel 4, 6, 8, wisselde een beetje WK-roeiers aanleveren. En in die tijd was het idee dat kan door een professionele topcoach in dienst te nemen die ook weer de andere coaches opleidt. En hoe kom je daar aan geld? We hadden zelfs wel iemand op het oog, Duncan Holland. En die kostte 100.000 gulden per jaar om die in dienst te nemen. En dat was natuurlijk een enorme klap geld, toen ook. En het idee was van we gaan twee dingen doen. We gaan een hoofdsponsor aantrekken en we gaan een businessclub oprichten. En die twee dingen samen, die moeten dat bedrag bij elkaar halen. En dan kunnen we die coach aannemen en dan kunnen we structureel bij de Nederlandse top gaan horen. En het is ook stoer, ik bedoel, hij was de bondscoach van Nieuw-Zeeland. En die koop jij dan als Nederlands roeiverenigingetje. En daarna is hij weggekocht door de Zwitserse roeibond. Ik bedoel, dat geeft wel aan dat het niet zomaar iemand van om de hoek was. Maar goed, dat was een mooi ambitieus plan en dat is ook wat bedrijven leuk vinden. Hè? Als je zegt van ja, weet je wel, we hebben dat geld nodig en waarom hebben we het nodig? Nee, niet om een nieuwe bar te bouwen om harder te kunnen zuipen. Nee, we gaan er gewoon een topcoach in dienst nemen die onze vereniging gouden medailles gaat laten winnen. Ja, dat vinden bedrijven wel gaaf. Dus die ambitie, hè, dus in die zin is het om een beetje een groot, heftig plan te hebben van wauw, dit hier gaan we achter staan. En dat was dus in dit geval Duncan Holland, maar dat had ook een andere topcoach kunnen zijn. Maar dat spreekt wel tot de verbeelding. En dat is voor de buitenwacht is dat goed, maar ook intern. Ik bedoel, je kan als orkaan trots zijn op het feit dat je zo'n coach in huis hebt. En je kan als ervaren wedstrijdroeicoach ook trots zijn dat jouw adviseur, jouw klankbord, de topcoach, dat die man is. Dus dat in die zin werkt dat wel heel goed om een ambitieus plan te hebben. Hello.
as well. This looks like being the most competitive of the two heats. Nobody being left just as yet. If anything, Netherlands may be just struggling a fraction. Wat is wat maakt Orca Orca? En dat natuurlijk wordt eindeloos over gefilosofeerd. En na 15 jaar rondlopen op Orca en nog heel veel meer Orca-verhalen te horen van alle familieleden, is het meest opvallende dat er iets ongrijpbaar is wat telkens blijft. En dat is iets waar we continu met z'n allen aan moeten werken. Of noem het cultuur, of noem het DNA, of noem het Orca aan zijn, of geen idee. Maar ik herken de orkestsfeer die ik bij mijn ouders heb gezien, maar ook bij mijn oudere neven die allemaal vanaf 93 lid zijn geweest. Er zit iets heel erg duidelijk definieerbaars als Orca in. En misschien komt het wel omdat we allemaal in 1970 zijn opgericht, dat er een randje hippie in zit, of dat we op de een of andere manier de huidige generatie altijd eenzelfde type mensen weer aanneemt, of omdat we elkaar leren hoe we het allemaal leuk vinden. Maar er blijft iets van over. Aan de andere kant is het ook duidelijk niet iets wat automatisch blijft, want af en toe gaat het beter en af en toe gaat het minder. En af en toe worden we met z'n allen, wordt het wat minder gezellig en af en toe zijn we iets te gezellig. En af en toe zijn we iets te veel een biervereniging en af en toe te veel een topsportvereniging. En daar schuift het tussen. Ik denk wat het mooie is aan Orca, dat het geregistreerd wordt en dat er dan actie op wordt ondernomen. En soms met succes, soms minder succes. En zeker als je dat over de lange jaren bekijkt, golft dat heen en weer. En op de een of andere manier komen we altijd uit op iets wat herkenbaar Orca is. En dat maakt het wel heel bijzonder. Op de Olympische Spelen heb ik mij onwijs orkaan gevoeld. En wat meteen bij mij boven komt, is dat ik op een gegeven moment naar Bas belde. Mijn vriendje toen, en nu mijn man. En die liep echt ongeveer dronken op Orca rond, volgens mij, van geluk dat wij een medaille hadden gewonnen. Want heel Orca was dus op een groot scherm waar ze onze wedstrijd aan het kijken, midden in de nacht. 1 uur, 2 uur 's nachts was het volgens mij. En toen gingen ze met z'n allen het Orca-lied zingen. En toen ik Eline bijhalen, dus wij met z'n tweeën het Orca-lied op de site van de Olympische Spelen, waar we net onze medaille hadden opgehaald. En wij waren, ik weet niet, we waren aan het barbecue of zo, was gewoon naast de roeiboot. Hebben we gewoon met z'n tweeën het Orca-lied gehoord daar in Sydney, bij klaarlichte dag. En dat was echt heel bijzonder. En er waren ook, het was absoluut. Het grappige is, juist als je zo'n prestatie levert, dan kijk je juist heel erg op dat moment van waar kom ik eigenlijk vandaan. En dat is van Orca, dat doet iedereen. Ja, en wat ik altijd fijn vond, dat er gewoon mensen waren hier. En die waren allemaal heel normaal en die waren zichzelf. En soms kende ik ze van de studie of dan kwam je ze tegen in de collegebanken. Je was gewoon altijd heel erg welkom bij Orca en dat was toch wel voornamelijk dankzij die compo's, want die waren wat minder met zichzelf bezig. Als je als wedstrijdroeier echt er middenin zit, dan kan het ook wel eens te belangrijk worden. Dus dat vond ik wel eens. Ik vond ook op een goed moment fijn dat ik erbij werkte, zeg maar, want dan heb je ook nog een beetje afleiding. Maar dat was hier, met ik vond die compo's heel prettig, omdat ze gewoon heel anders in dat roeien stonden. Die roeiden namelijk voor de lol 's avonds in het donker in een C4. En die legde die boot weer terug en die hadden lol gehad. En dan was het eigenlijk wel goed. 50 werden aan deze wochenende uitgetragen. Dat heißt, jetzt komen nog 14 rennen. En dat zijn allesamt A-finale. Plus 1 Städte auf der Rennen. Also nochmal Hochspannung auf dem Bootsee. Hochspannung jetzt auch auf dem Wasser. Denn Inge Jansen aus den Niederlanden, sie gerät unter Druck von ihnen zu folgen. Now still Inge Jansen in the lead, but she is under pressure from the player from the Schotter-Achterberg, Lisa Schmidler. Maar ik denk wel, wat ik wel heb gezien, is dat het voor mijn gevoel het wel professioneler is geworden in de aanpak van wedstrijdroeien en hoe er getraind wordt. En dat zie je in het hele studentenroeien van Nederland, hoor. Maar dat zie je op Orca ook. En dat is wel mooi om
om mee te maken. Dat het, ja, het winnen wel echt op één staat. En dat ook al zijn er heel veel aspecten binnen zo'n vereniging misschien niet op en top professioneel, dat je er gewoon wel echt gewoon heel erg goed mee kan worden. En dat je daar zelf als roeier het meest verantwoordelijk voor bent. En dat je in op Orca wel gewoon de vrijheid krijgt om dat dan ook zo te faciliteren voor jezelf en voor anderen, dat dat daadwerkelijk kan lukken. En dat is denk ik de grootste kracht van Orca. Dat je de vrijheid krijgt om met de juiste mensen goede resultaten neer te zetten. Er is ongelooflijk veel ruimte, zoals je kan zien. Nou, je zou kunnen beginnen met hier je starttoren, je startplotjes, misschien een leuk gebouw ernaast. Je kan er een oproeibaan naast leggen, zo breed is het. En ja, dan trek je hem 2 kilometer door, je roeit steeds verder weg van de snelweg. En ja, uiteindelijk kan je zeker wel een mooi eindproduct neerleggen, denk ik. Wat de roeibaan hier zou kunnen betekenen voor de ontwikkeling van talent op Orca is dat, nou ja, eerstejaars zeker hebben weinig idee van hoe een 2 kilometer, hoe dat echt werkt. En voor hun zou het denk ik heel erg mooi zijn om dat gewoon al te kunnen ervaren, om te weten hoe zo'n baan eruit ziet. Niet dat je straks voor het eerst op de bosbaan komt. Oh kijk, water heeft, er hoort ook een finishtoren bij en er liggen ook startvlotten, er zijn banen. En dat zou heel mooi zijn om die mensen al een ervaring te geven, om gewoon al te weten hoe het eruit ziet. Dat is een voordeel dat veel verenigingen wel hebben. En ja, dat is een voordeel waar je echt wel wat aan hebt, zeker als eerstejaars. Ook denk ik dat het voor onze ploegen heel mooi zou zijn. We hebben nu grote middengroepen, er zijn veel boten. En veel boten heb je eigenlijk alleen wat aan elkaar als je naast elkaar kan varen. En ja, dat ga je niet op het Merwede-kanaal kunnen. Dus het zou heel mooi zijn als we dat hier op een baan wel zouden kunnen. Dat Orca bestuursjaar en wat dat met zich mee heeft, wat daaruit voort is gekomen, dat heeft mij heel veel gebracht. Ik bedoel, ik was, ja, in mijn jaren daarvoor hier was ik gewoon een feeststudent, lekker roeien en drinken en hoop lol maken. En in dat jaar ben ik serieus geworden. Of tenminste, serieus ben ik van, oh wacht, er is meer dan alleen maar een beetje lol trappen. We gaan ook nu spannende, interessante dingen doen met bedrijven. En dat, ja, dat bleek ik goed te kunnen. Dus iedereen die voorbij wil gaan, dan die geef ik vooral de tip. Roei gewoon met iedereen, alles wat los en vast zit. Dan kom je er vanzelf. Dan moet het mogelijk zijn. Ik hoop dat het wedstrijdroeien gewoon nog professioneler kan worden. En dat het nog makkelijker wordt om vanuit, ja, om zowel jeugdroeiers als studentenroeiers gewoon op grote schaal op te leiden. En gewoon echt, zoals in Amerika, gewoon echt enorme groepen roeiers hier te hebben roeien die elkaar, die met elkaar moeten strijden om een plekje in de beste achten van Orca. Ja, weet je, dat hebben we nu gewoon niet. Die schaal kan echt nog wel omhoog en dat zou echt vet zijn als dat ooit kan. Ja, gezien wat ik dacht, ik weet niet of ik Orca nog herken. En op de een of andere manier was het altijd wel zo. En stonden er altijd mensen op met een initiatief waar je zegt, wauw, holy shit, waar komt het vandaan? En zie je weer, nou ja, Orca DNA of Orca cultuur of organisme, noem maar hoe je het wil, komt dan weer boven. En dat is ontzettend leuk om te zien. En ik ga er vanuit dat Orca met zijn tijd meegaat en over 30 jaar toch stiekem nog steeds herkenbaar is als, nou ja, de club van mijn ouders, mijn neven, mezelf. Mijn eigen kinderen weet ik veel, dat zal ongetwijfeld blijven. Orca is wel echt een heel warm nestje. En Orca is een club waar hard roeien voorop staat. Dat kan niet anders. En ook daarin ben ik bevooroordeeld, want ja, ik ben binnengekomen en ik mocht alleen maar hard roeien. Maar dat is ook wel, dat is wel de stroom waar Orca in zit. Ik bedoel, dat hoort erbij, niemand kijkt er raar van op. Wordt toegejuicht en je wordt echt, ja, je wordt wel gedragen in, ga maar, doe er maar een schepje bij. Dat is wel de sfeer die op Orca hangt. Niemand zal zeggen van,
Wat? Heb jij ambitie? Nee, dat wordt juist omarmd. En dat is... Het is zo'n vanzelfsprekendheid en is altijd een coach die dan opstaat die zegt zo, en jou wil ik coachen. Altijd leuk om terug te zijn hier. Het is ook altijd als ik hier op de A12 hier over de brug rijd, dan moet ik altijd, altijd even oppassen dat ik niet achter op een file klap. Omdat ik altijd eventjes naar beneden kijk hoe het erbij ligt. En het is natuurlijk gewoon nog steeds een chaos en een zootje, maar het is nog steeds een warm nest waar mensen heel hard roeien en heel veel plezier hebben. Als ik in de krant weer verslagen lees over roeiwedstrijden en dan komt de naam Orca naar voren, nou, dan gaat je hart toch wel weer een beetje open. En dan zie je toch in de afgelopen 45 jaar, als je het ambitieniveau neemt wat we hadden en ik kijk terug en ik lees de uitslagen, dan kan ik niet anders zeggen dat het meer dan overtroffen is. En dat tekent wel de mentaliteit van de leden van Orca. Ja, zoals we natuurlijk vaak zeggen, het is geen rocket science. Het is gewoon zorgen dat die 8 roeiers in september in de boot stappen. En de coaches moeten net de juiste beslissingen nemen. En ook misschien wel de tijd en de toewijding hebben om dat niet 1 jaar te doen, maar meerdere jaren. En misschien is het natuurlijk, ja, de omgeving, natuurlijk is die belangrijk. We hebben heel veel hulp gehad van Han Abelsma en... Kees Verduin, dat waren natuurlijk, en René Meinders ook, dat is natuurlijk een absolute luxe als je als vereniging even kunt bellen en zeggen van god René, kom even meekijken met de oude 4, heb je nog wat tips? Dat is natuurlijk, maar goed, die zijn er nog gelukkig allemaal, dus die kun je nog steeds gebruiken. Dus in feite zijn in mijn ogen alle ingrediënten zijn er wel. Het moet echt van de... Ja, van de paar coaches en de roeiers komen die het vlammetje aansteken en dan hopen dat het hard gaat branden en dat je op die manier de top kunt halen. Ik denk dat als je alles in de schoot geworpen krijgt, dan is dat prettig, maar kom je nooit tot de successen die nu bereikt zijn. Nee, ik denk dat de vereniging Orca heel trots kan zijn op datgene wat er bereikt is. En dat zal ongetwijfeld de komende jaren gecontinueerd worden.